Alleen om het vaststellen van het bestemmingsplan Bumerweg 911, maar ook over het vertrouwen in de lokale overheid, participatie en de toekomst van ons mooie nationaal landschap Winterswijk. Ik ben ernstig teleurgesteld in de gemeente. Bij de opkomst van Winterswijks Belang in 2006 is al aangegeven dat de macht van de projectontwikkelaars veel te groot is en dat projectontwikkelaars een veel te grote invloed hebben op de ruimtelijke ordening in Winterswijk. Desondanks heeft de gemeente in 2019 de nieuwe omgevingsvisie buitengebied goedgekeurd zonder enig kwantitatief kader. Gevolg is dat de macht nu nog meer bij de projectontwikkelaars is komen te liggen, de gemeente de regie volledig kwijt is en participatie nauwelijks kans van slagen heeft. Op 12 november jongstleden heeft de gemeenteraad een bezoek gebracht aan de locatie Bumerweg 911. Ik hoop dat u een juiste indruk heeft gekregen, ondanks dat het grote appartementencomplex 5 tot 8 meter verder naar voren zou komen dan ter plekke getoond. Ik hoop ook dat u heeft gezien dat het 12 meter hoge gebouw met 15 appartementen op slechts enkele meters afstand van Bumerweg 7 wordt gebouwd. Weliswaar heeft mijn buurman daar geen bezwaar tegen, omdat hij zelf in het complex gaat wonen, maar juridisch en stedenbouwkundig is dit toch bijzonder discutabel. Hoe zou u het zelf vinden als er pal achter uw woning een half flatgebouw wordt neergezet? Indien op deze plek voor het eerst in het buitengebied van Winterswijk een appartementencomplex wordt toegestaan, dat bovendien meer dan 2 keer zo groot is als de huidige bebouwing, dan is het hek van de Dam. Verdere verstening en het bouwen van appartementencomplexen vindt dan niet alleen binnen de bebouwde kom plaats, maar is dan ook in het buitengebied bijna niet meer tegen te houden. Denk hierbij aan oude boerenbedrijven of het terrein van Dennenoord of VV Vosveld. Het is in onze ogen onbegrijpelijk om appartementencomplexen te bouwen in het buitengebied. De enige onderbouwing hiervoor is dat de gemeente per se wil dat het voorliggende woonconcept voor 55-plussers met een gezamenlijke recreatieruimte er doorheen moet worden gedrukt. En ons inziens is in het buitengebied nu eigenlijk een soort verstedelijking aan het ontstaan. Met meer dan 11 woningen per hectare is daar namelijk sprake van. Om 19 woningen landschappelijk in te passen heb je eigenlijk volgens de norm 16.000 vierkante meter nodig. Maar dit bouwperceel is maar 3.070 vierkante meter. Dit plan is een mooi plan, maar veel te groot voor het buitengebied. Afgelopen maand en bij het werkbezoek beantwoord door zowel de initiatiefnemer als door de wethouder. Waarvoor dank. Echter, liever hadden wij dit eerder gedaan. Waren we eerder actief betrokken geweest bij dit plan. Hoe fijn zou het zijn voor een initiatiefnemer om al snel een beeld te hebben van de vragen, wensen en bedenkingen van de raad. Nog voordat alle onderzoeken worden uitgevoerd. Nog voordat veel geld wordt geïnvesteerd in een plan dat misschien uiteindelijk hier bij de gemeenteraad geen groen licht krijgt. Hoe prettig zou het zijn voor omwonenden om alvast te weten hoe de politiek erover denkt. Hoe prettig zou het zijn voor het college als zij weten dat plannen waarover behoorlijk verschillend kan worden gedacht, vooraf een beeld is of dat plan het gaat halen in de raad. Hoe fijn zou het zijn als de raad het niet gevoel heeft dat nu aan het eind nog formeel een plan af te mogen keuren, maar tegelijkertijd erbij een gevoel krijgt van onbehoorlijk bestuur. En zeker met een nog steeds relatief nieuwe omgevingsvisie buitengebied, waarin mogelijkheden echt verruimd zijn en de kaders meer subjectief, is het met elkaar zoeken naar wat willen we nou eigenlijk? Wat hebben we beoogd met dit kader en pakt het uit zoals we hebben bedoeld? En daarom dienen we samen met D66 de volgende motie in. En dan zal ik in dit geval wel het dictum lezen, want wij verzoeken eigenlijk dat nadat het college een positief besluit heeft genomen op een principeverzoek met meer dan 5 woningen of met veel impact, de raad hierover te consulteren of te informeren in een politiek forum, de raadscommissie of op een andere geschikte wijze. Dank u wel. Heeft de initiatiefnemer echt alles aan gedaan om zijn medewerking te verlenen, zodat we nu een bestemmingsplan hebben liggen waar we als VVD in ieder geval ons heel goed in kunnen vinden en waar we heel blij mee zijn. Het plan levert een bijdrage aan de versterking van de omgevingskwaliteit. Er vindt bodemsanering plaats en de leeggekomen bebouwing wat er nu ligt wordt gesloopt. Best wel positief verrast over, wij vonden het in ieder geval een verbetering. Het is nu sowieso een verbetering ten opzichte van wat er nu staat, met alle respect voor wat er nu staat. Maar aan dat criterium voldoet het wat ons betreft wel. Hè? Maar wij vinden het inderdaad ook heel erg belangrijk dat het dan ook nu gaat worden zoals het ons is gepresenteerd. Want anders voelen wij ons straks gewoon, als het echt anders gaat worden, dan zijn we belazerd, bij wijze van spreken. Dus wat ons betreft, als we straks in meerderheid bijvoorbeeld ja zeggen tegen het plan, betekent het dat het conform wordt uitgevoerd zoals het ons is voorgelegd. En niet anders.
Want anders, waar zitten we anders ja of nee tegen te zeggen? Dus dat is wel een hele belangrijke. Alleen wij vinden, en dan even naar het amendement toe, dat dat niet de manier is om dat af te dwingen. Dus we begrijpen heel goed waarom dit gebeurt, maar wij vinden het niet de weg. Dus daarom zijn wij geen voorstander van dit amendement. En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor de motie, een soort gelijke strekking. Kijk, ik denk dat wij met z'n allen niet in de reflex moeten schieten om overal nu bovenop te willen zitten en overal nu in een heel vroeg stadium bij betrokken te willen worden als raad zijnde. Dan moeten we, vind ik, veel kritischer kijken naar onze kaders. Want die zijn dan kennelijk veel te ruim. Wat die nu voorligt is na een langlopend proces van participatie en aanpassingen tot stand gekomen. En wij begrijpen dat op een gegeven moment de rek eruit is bij de initiatiefnemers. Dit plan voegt voor ons de gewenste kwaliteitsverbetering toe, heeft een footprint die past op deze locatie en een uitstraling die het buitengebied en deze omgeving respecteert. Wij zullen dan ook dit collegevoorstel steunen. De poging wordt gedaan om een reductie te krijgen. Zie je dat is hier volume maximaal is gebruikt om een groot project neer te zetten. En daarom zijn wij tegen dit plan, want dit plan is een wijziging die wat ons betreft niet onder de juiste voorwaarden gaat. Nee. En vandaar dat wij samen met CDA de motie hebben ingediend voor het vroegtijdig betrekken voor de raad. Dit zal niet altijd nodig zijn, maar op dit moment weet ik als raadslid onvoldoende wat nou het moment is om ook aan een initiatiefnemer te laten blijken dat wat ons betreft die kwalitatieve schaal overschreden wordt. Want ik denk dat het goed is dat wij af en toe deze discussie hier voeren in de raad. Of zoals, als ik het goed zei, bij de heer Van Nijkerken van zo 2 december of 1 december? 1 december. Omdat we daarmee helder krijgen wat er wel en niet kan binnen de visie. Deze visie geeft ruimte voor kwaliteit. Dus het is goed dat we elk jaar 1 of 2 keer zitten discussiëren of op de juiste manier interpretatie geven aan deze visie. Daar moeten we ook niet bang zijn. Alleen deze discussie moeten we dan wel in een vroeg stadium voeren, zodat de initiatiefnemer ook een redelijk beeld heeft of het zin heeft om door te gaan met de investering en tienduizenden euro's te investeren in plannen maken en in dingen uitwerken. Of... Nee, kijk het erover. Dat is het voordeel als je wat later bent, dan kun je aan iedereen refereren. Eenmaal voorzien van goede visuele uitleg van zowel de projectontwikkelaar als gemeentelijke organisatie en een goede gesprek met de buurt, zien wij toch als PvdA in het plan een kwalitatieve toevoeging op locatie en zowel aan de woningvoorraad in het algemeen, die daarbij wel degelijk inpasbaar is in het landschap. Daarbij hechten wij ook grote waarde aan het amendement van het CDA, dat ons voor zover dat mogelijk is nog meer voorziet in duidelijkheid en zekerheid rondom de gepresenteerde plaatjes en plannen. Voorzitter, dat maakt dat wij zowel het amendement als het bestemmingsplan wijziging zullen steunen. Ik dank u zeer. Waar wij bezien vanuit de omgevingsvisie, vinden wij dat een mooi plan. Het voegt kwaliteit toe, het past op deze plek. En let wel, dit plan past niet op iedere plek. Dus ook al wat er net over gezegd wordt, dit schept geen precedent dat er zomaar op iedere plek ditzelfde plan kan komen. Dat is echt wel toegespitst op deze locatie. En natuurlijk hebben wij wel oor voor onrust van de omwonenden over dit plan. Voor Winterswijk willen we dan ook voor waken dat de randvoorwaarden betreffende de verkeersafwikkeling en dergelijke ingevuld worden volgens afspraken met de buurt. Want het mag ze natuurlijk niet zo wezen dat de buurt door de bewoners van dit plan nog weer extra in stof langs de zandweg komt te zitten. Dus we hopen dat de wethouder er ook op toe blijft zien dat die randvoorwaarden goed nageleefd gaan worden. Het amendement van het CDA vinden we dan ook een prima aanvulling hierop. Om toch ook de buurt de geruststelling te geven dat er komt wat er afgesproken is. Dus dat kunnen wij steunen. En de motie van D66 en het CDA, daar willen we ook mee instemmen. Want op zich, bij zulke grote projecten, nou de heer Deunk heeft het prima verwoord. Er gaan tegenwoordig een hoop kosten in zitten qua onderzoeken, qua tekenwerk. Dus dan is het mooi als ook de initiatiefnemer, maar ook de betrokkenen in vroeg stadium toch een beetje weten van wat er gaat gebeuren. En wat de kansen of mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Dus daarom kunnen we er ook mee instemmen en ook met het stuk kunnen we instemmen. En we hopen dus dat die randvoorwaarden echt goed nageleefd gaan worden, want dat is voor de buurt belangrijk. Dank u wel. Dank u wel. Het is een herontwikkeling van een bedrijfslocatie. Hè, dus het is geen groene weide, maar er staat nu al heel veel. En dat wordt getransformeerd naar wonen. Verder heb ik niet zoveel vragen gehad. Dus wat mij betreft ga ik direct maar in op het amendement en de motie. Het plan zoals dat nu voor ligt biedt nog wat ruimte
om te wijzigen. Geen ruimte voor wezenlijke veranderingen. Maar als u zegt van ja, ik wil eigenlijk waarborg hebben dat we exact krijgen wat we hebben gezien, dan biedt het amendement toegevoegde waarde. Dus vanuit het college kunnen we daar prima mee leven als u daar mee instemt. Wat betreft de motie begrijp ik ook wat de intentie is van de motie. U zegt van ja, laten we eerder met elkaar spreken over de problemen. In onze ogen wordt u al vrij vlot geïnformeerd over principeverzoek. Ieder principeverzoek wat het college neemt, krijgt u ook toegestuurd. En wat mij betreft gaan we 1 december, op het moment dat we het politiek forum hebben, gaan we met elkaar in gesprek hoe u daar snel op kunt informeren. Hoe je er snel op kunt reageren op dat principeverzoek. Het college is geen voorstander van het inbouwen van een formele stap, waar nu om gevraagd wordt. Maar ik zou wel graag met u willen overleggen van hoe principeverzoeken, hoe je op basis daarvan vragen kunt stellen aan het college. Dus de motie ontraden we. Dat die ook degene daadwerkelijk gaat zijn die het gaat uitvoeren, vermoed ik wel, maar geen garantie. En dan staat er weer een nieuw iemand. En het bestemmingsplan biedt wel ruimere mogelijkheden. Dus daarom zou ik toch willen voorstellen, steun wel het amendement om gewoon ook voor de buurt wat meer zekerheid in te bouwen. Een geschikte wijze, dus de wethouder die wijst eigenlijk wel op een andere geschikte wijze om invulling te geven aan die motie. En gaat u dat zien als een toezegging en om de motie in te trekken? Of hoe kijkt u daar tegenaan? Mevrouw Prins. Nou, die zinnen die hebben wij ook gehoord. Maar zoals u heeft gezien is de motie niet alleen van ons. Dus we zouden het graag zo meteen eventjes schorsen om met de mede-indiener ook te overleggen. Ja, prima. Dank u wel. Ik had datzelfde verzoek of we even 5 minuten konden schorsen over de motie. Stel ik voor om 5 minuten te schorsen. Conclusie gekomen dat als de toezegging van de wethouder betekent dat we het met elkaar eens zijn dat bij plannen die waarvan of de raad bij voorhand denkt van hier vinden we wat van, of als het college denkt hier zou wat van, dit is politiek gevoelig, dat we elkaar dan opzoeken, dat we 1 december gaan bekijken hoe we hier praktisch mee omgaan, hoe we daar, wat voor werkwijze we daar dan aanhangen. Als de wethouder dat nog kan bevestigen, dan trekken wij daarna de motie in. Verder zou ik nog even in herinnering willen roepen dat de wethouder ook in de raadscommissie heeft, want het ging nog even over de afwikkeling van verkeer en stofoverlast, dat de wethouder in de raadscommissie de toezegging heeft gedaan dat als dit plan doorgang zou vinden en er zou overlast ontstaan, dat er dan zou worden gekeken naar de verkeerssituatie en wat daaraan te doen was. We zeggen toe, bij het plan is al rekening gehouden met de verkeerskundige situatie. Daardoor krijgen de nieuwe appartementen ook een adres aan de Horstweg. Maar mocht desondanks blijken dat er toch verkeerskundige overlast is, dan gaan we kijken hoe we dat zo goed mogelijk op kunnen lossen. Het amendement 16 voor 4 tegen amendement is aangenomen. Gaan we naar de motie 3 CDA D66, de raad vroegtijdig betrekken bij plannen, behoefte aan stemverklaringen. Die was er al uit. Heel goed, dan gaan we naar het voorstel zelf, behoefte aan stemverklaringen. Meneer Deunk. Ja, voorzitter. Het is niet gebruikelijk, maar wij hebben in dit geval voor het amendement gestemd, omdat wij vinden dat het voorstel dat beter wordt. Toch is het totale raadsbesluit wat ons betreft nog onvoldoende en zullen wij nog steeds tegenstemmen. Dank u wel. Andere... En 16 voor 4 tegen, voorstel is aangenomen.